Goeiedag, mijn naam is Wouter Körpershoek en dit is de zesde BDO-podcast over ondernemen. In deze podcast gaan we het hebben over het huidige turbulente financieringslandschap. We praten onder meer met ondernemer Matthijs de Ruiter van Heemskerk Flowers over hoe dat bedrijf snel wist bij te sturen in deze moeilijke coronatijden. En tot slot de belangrijkste zaken uit het Belastingplan 2021 voor het MKB. Zoals gezegd, beginnen we met het turbulente financieringslandschap in deze podcast. Aan tafel Lodewijk Kolfschoten. Je bent de senior manager M&A bij BDO. Schets even kort en krachtig wat dat precies behelst. Ja, de M&A-praktijk bij BDO richt zich op de koop- en verkooppropositie van BDO. We zijn bezig met die verkoopbegeleiding, waarderingen, due diligence onderzoeken. En ik zelf hou mij dagelijks bezig met financieringen. En dan de financiering van de ondernemers in Nederland, feitelijk. Nationaal, internationaal. Ja. Al lang bij BDO? Inmiddels al ruim 7 jaar. En daarvoor 10 jaar als bankier mogen werken bij ING. Inmiddels tot de oudere garde inderdaad. Oké, we hebben het al nu een aantal keren gezegd. Het turbulente financieringslandschap. Daarover wil je praten. Ja. Waarom dat woordje turbulent? Wat er gebeurd is met corona is natuurlijk niemand ontgaan. Ondernemingen hebben daar toch wel ernstig onder te lijden gehad. Door wegvallen van omzetten. En zij staan ze aan de vooravond van een nieuwe fase in die crisis. De afgelopen maanden zijn ze heel erg goed geholpen door de overheid. Den Haag heeft allerlei regelingen beschikbaar gesteld, zoals de NOW. Zoals garantieregelingen, uitstel van belastingen, van loonheffingen. Dat heeft ondernemingen ontzettend geholpen. Maar het lijkt erop dat die regelingen die worden teruggedraaid. Daar waar belasting is uitgesteld, moeten ondernemingen dat gaan terugbetalen de komende tijd. En dat gaat druk opleveren op de kasstromen. Je hebt als het ware, zijn er heel veel pleisters geplakt. Ja. Sommige waren gratis, sommige ook niet helemaal. Maar nu is het tijd dat er wat stukken zijn. Het is meer uitstel geweest van betalingen. Hè? Dus wat eigenlijk de afgelopen maanden betaald had moeten worden aan belastingen, dat moet de komende periode weer ingehaald gaan worden. Maar goed, en jij zegt, daar moet wel financiering achter zitten. Mogelijk. Er zijn een aantal drivers die ervoor gaan zorgen dat daar waar de afgelopen maanden heel erg hard ervoor gezorgd is om liquiditeit binnen die onderneming te houden, gaat de komende maanden, waarschijnlijk ook door het weer aantrekken van de bedrijvigheid, gaat er weer liquiditeit uit de onderneming lopen. En financiering kan daar een van de oplossingen voor zijn. En dan zeg jij turbulent, omdat we in een turbulente tijd leven. Ja, of ook omdat het hele landschap turbulent is geworden. Het is de bankiers natuurlijk ook niet ontgaan wat er gebeurd is. Rendementen van bedrijven hebben onder druk gestaan. Kasstromen hebben onder druk gestaan. De performance van bedrijven in zijn algemeenheid is toch omlaag gegaan. Oftewel de kwaliteit van de kredietportefeuille van de bank is omlaag gegaan. En dat maakt het dat banken minder happig zijn op het verstrekken van financiering dan dat ze daarvoor waren. Hoe kun je ervoor zorgen dat de bank je toch ziet staan? Ik denk dat het meest cruciale is dat je begint met een goede voorbereiding. Maak inzichtelijk wat corona met jouw onderneming heeft gedaan. Maak inzichtelijk wat jij daaraan hebt gedaan als onderneming en wat voor resultaten dat gehad heeft. En door te zorgen dat je dat verhaal kan combineren met ondersteunende cijfers, want dat is uiteindelijk toch waar het om draait bij de bank. Precies, tuurlijk. De combinatie van die twee zaken moeten in een voorbereiding, moet je dat echt goed op een rij hebben staan en ook op een dusdanige manier dat die bankier daar ook wat mee kan. Dus eigenlijk zeg je van, kom niet bij de bank aan met het was corona, punt. Nee. Je moet wel onderbouwen. Dat is echt te weinig. Zijn er nog alternatieve financieringsvormen die misschien minder evident die zijn er. Die zijn er zeker. Er zijn een hele hoop alternatieven zelfs. Maar ook bij die alternatieven zie je dat de markt voor alternatieve financieringen heeft zich de laatste jaren, sinds de kredietcrisis, heeft die een ontzettende ontwikkeling doorgemaakt. Maar je ziet dat ook veel van die alternatieve financiers te maken krijgen met tegenwind bij hun relaties aan wie zij financiering hebben uitgeleend. Die geven ook niet meer zo heel gemakkelijk geld. Dat speelveld is wel veranderd inderdaad de afgelopen maanden. Tot slot, een korte ja- en nee-vraag.
staan we aan het begin van een hele nieuwe manier van het financieren? Of zeg je, nee hoor, ik verwacht dat we binnen korte tijd het allemaal weer terug naar normaal gaat? Nee, ik denk dat in de basis dit vak wel hetzelfde blijft. Okay. Kastromen blijven leidend bij iedere financieringsaanvraag. En de structurering daarmee dus ook. Goed, Lodewijk Kolfschoten, senior manager bij BDO. Dankjewel voor jouw heldere uitleg over dat turbulente financieringslandschap. Graag gedaan. We gaan het nu hebben over ondernemen in moeilijke tijden. Ja, dat moeilijke tijden kan ik misschien gewoon wel vervangen door het woordje coronatijden. Matthijs de Ruiter, welkom. Je bent financieel directeur bij Heemskerk Flowers. Voordat we over dat ondernemen gaan spreken, eventjes iets meer over jullie bedrijf. Flowers, dat klinkt natuurlijk voor de hand liggend, maar is het ook zo simpel? Wij van Heemskerk Flowers kopen bloemen in Europa of in Nederland bij de veilingen en ook direct bij de kwekers. En wij kopen die bloemen en planten in en we verkopen ze over heel Europa en ook buiten Europa, maar met name binnen Europa. En dat doen wij dagelijks. In totaal hebben wij op jaarbasis ongeveer 110 miljoen stelen en planten die wij verkopen over Europa heen. En dat zijn de Nederlandse de bloemen, de tulpen, de rozen? Ook, maar ook importbloemen. En bloemen die worden geïmporteerd uit Zuid-Amerika of uit Afrika. Die komen voor de klok in Rijnsburg, Alsmeer en het Westland. En wij kopen die bloemen op de veiling of direct bij de kweker. Dat kan een kweker in het buitenland zijn of in Nederland. En die verwerken wij, we kopen ze grootschalig in. Verwerken ze naar kleinschalige orders. En die orders die leveren wij uit naar onze klanten. En dat zijn met name de zakelijke bloemisten en de bloemisten die aan consumenten leveren. Maar ook supermarkten en andere groothandelaren. Hoe was het jaar 2019 voor jullie? 2019 was een goed jaar. Dat was een jaar waarin we groei hebben gerealiseerd. Wij zetten als bedrijf ook in op groei. Door autonome groei, maar ook door acquisitie. En dat was in 2019 succesvol geweest. Hoeveel mensen werken er bij jullie bedrijf? 275. En hoe is dat een beetje verteld over de functies? We hebben een grote buitendienst. In alle landen in Europa waar wij zaken mee doen of waar wij klanten hebben, hebben we ook een accountmanager of accountmanagers gevestigd. Die reizen of vanuit Nederland naar het buitenland of zijn woonachtig in dat land. Dus dat is best een grote club van ongeveer 50 personen. Dan hebben wij 100 tot 125 personen afhankelijk van het seizoen bij ons in de productie werken. En we hebben een grote groep in logistiek, dus die de bloemen brengen naar de klanten in Nederland, België en Duitsland. En we hebben best een club mensen van ongeveer 30 man die zich bezighouden met het traditionele lijnrijden. En dat wil zeggen de vrachtwagen vol met bloemen op de Bonnefoy naar het buitenland, naar de klanten om de bloemen vanuit de vrachtwagen te verkopen aan de bloemenwinkel. Dat gaat gewoon zonder dat er een gegarandeerde afname is op dat moment? Nou, een stukje is op order en een groot gedeelte is gewoon op voorraad in de vrachtwagen en de bloemist loopt met de verkoper de vrachtwagen in en de bloemist zegt ik wil daar 5 bossen van, ik wil daar een vol blik van en zo wordt de order komt tot stand. Want ik zie jullie vrachtwagens wel rijden op de wegen met de naam ook van het bedrijf erop. Ja. Over jouw positie nog even als financieel directeur. Ja, dan komen dus alle financiële lijnen komen binnen. Dus jij ziet letterlijk de dagkoersen, maar ook de lange termijn koersen van hoe het loopt. Ja, dat klopt. Ja, wij hebben in ClickView een dagelijkse dashboard waarin we kunnen kijken hoeveel stelen, hoeveel klanten, hoeveel omzet, hoeveel marge, naar welke klanten, naar welke klantgroepen, welke producten. Dus daar kunnen we ons dagelijks in verliezen. Maar het is goed om daar structuur in aan te brengen. Dus elke woensdagochtend neem ik met de salesmanager de marges door van de afgelopen week en kijken we of we daar nog iets in moeten corrigeren of dat zo goed gaat. Ja. Dynamische wereld, zoals jij hem ook schetst. En dan wordt het opeens 8 maart 2020. Ja. En de wereld gaat op slot. Ja, zeker. Wat was er op jouw dashboard te zien? Ik herinner me de week 12 van 14 maart, dat was het weekend van 14 maart, waarin Frankrijk dichtging. En de week daarvoor ging België dicht. Toen ging Frankrijk in dat weekend dicht en toen brak bij ons eigenlijk wel de paniek uit. Wij zijn toen als directie bij elkaar gekomen in het hele weekend in touw geweest. Met een aantal collega's hebben we geprobeerd om alles inzichtelijk te maken. Welke landen, wat is de situatie per land? En hebben we een impactanalyse proberen te maken. En vervolgens zijn we op zoek gegaan van wat nu als we
bijvoorbeeld min 70% van onze omzet zullen gaan hebben de komende tijd. Hoe gaan we dan zorgen dat we die tijd doorkomen? En daardoor hebben we een aantal hoofdstukken benoemd. Inkoop, verkoop, personeel, financiering. En daar zijn we eigenlijk in teams mee aan de slag gegaan. En zo hebben we met elkaar hebben we geprobeerd om daar inzicht en overzicht in aan te brengen. Maar als je me even meeneemt naar de maand maart en ik mag over jouw schouder kijken, dan zijn ook op jouw computerschermen alleen maar dalende grafieken, rode lijnen en een minnetje staan voor alle cijfers. Ja, week 12 begon corona en gingen de landen dicht. Of corona was al eerder begonnen, maar de lockdowns begonnen in week 12. En wat wij bijvoorbeeld zagen in week 13 was dat onze omzet met min 82% gekrompen was. Dus dat was onvoorstelbaar is dat. Ja, dat klopt. Dat was echt paniekstand. Want hoe lang hou je dat vol? Ik kan me nog herinneren dat de Rabobank had een scenario. En dat scenario was een stressscenario. En dat luidde, hou maar rekening met 3 maanden min 100% omzetkrimp. Dus 3 maanden helemaal geen omzet. Nou, wij keken daar iets positiever tegenaan. Maar goed, we hadden 1 week ervaring met min 82% omzetkrimp. Dus wij zaten echt in stormstand. En toen zijn we ook echt volle bak er tegenaan gegaan. Werktijdverkorting was toen nog een mogelijkheid vanuit de overheid om je loonkosten gecompenseerd te krijgen. Dat werd later de NOW1. We gingen geen uitzendkrachten meer oproepen. We gingen auto's schorsen om maar zo min mogelijk kosten te maken. Want die auto's stonden allemaal stil bij ons voor de deur. En wij hebben toch zo'n 25 busjes en zo'n ook 25 vrachtwagens. Dus dat loont de moeite om die te schorsen. Waar viel vooral nog tussen aanhalingstekens winst te halen binnen dat hele brede spectrum van allerlei bezuinigingen die je moest doorvoeren? Waar zeg je nu achteraf van? Als ik het van tevoren had moeten bedenken, had ik nooit gedacht dat we op dat punt iets konden snijden wat werkte. Ja. Wat we bij onszelf kunnen zoeken is de reductie in kosten. En daarin hebben we ook echt veel medewerking van onze collega's gehad. Hè. Medewerkers die namen uit zichzelf vrij of zeiden van joh, roep mij maar eventjes niet op. Hè. Die collectiviteit die vond ik echt heel sterk in die coronatijd. Dan moet je dus een goede relatie met je personeel hebben altijd en je werknemers. Ja, dat klopt. En juist in die tijden van nood zie je dat die samenhang en dat hechte gevoel, dat familiegevoel, wat we als familiebedrijven ook proberen te bewerkstelligen, dat dan wel naar boven komt. Is dat les 1 overigens nu? Dat je zegt van, als je sowieso altijd al investeert in die goede relatie met je werknemers, daar heb je echt wat aan op het moment dat het heel moeilijk gaat worden? Ja, als je een bedrijf hebt met 275 man, is het gevaar dat je door de grootte de mensen niet meer als persoon ziet. En wij proberen wel echt erop te letten dat we met elkaar het bedrijf zijn. En of je nu bij ons het fust staat te legen, dus de emmers met water leeg staat te gooien, of dat je met een klant in gesprek bent. Iedereen heeft evenveel waarde in het proces. Alleen je hebt een andere positie in het proces. Ja, we zitten nog wel een beetje in die coronatijd natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat blijft allemaal onduidelijk en onzeker. Hoe diep is de deuk die jullie hebben opgelopen? Ja, wat ik net zei, hè, week 13, dus de week na week 12, was min 82%. Daarna hebben we een periode gehad van ongeveer 6 weken dat we om en nabij de 50% omzetkrimp zaten. Maar wat we zagen was dat de verkoop van bloemen vanuit de overheid, zelfs de koning zei, hè, wees aardig voor elkaar, koop een bloemetje voor je buurvrouw. Nou, daar hebben we in ieder geval Nederland, België en Duitsland echt gehoor aan gegeven. Want we zagen dat die omzet echt ging groeien ten opzichte van verleden jaar. Dus dat werd ineens een groeimarkt. Andere landen, Frankrijk, Engeland, die bleven daarin wat achter. Dus wat we toen zagen was nog 6 weken een reductie van 50%. En daarna zagen we eigenlijk vanaf week 20, 21 de omzet weer een beetje normaliseren. Alleen dan moet je weten dat de omzet komt tot stand door het aantal stelen wat wij verkopen en de prijs die er tegenover staat. En omdat de inkoopprijs echt fors steeg, rond de 30%, sommige weken zelfs 50%, was het voor ons niet zo heel moeilijk om een hogere omzet te creëren. En dat heeft uiteindelijk ertoe geresulteerd dat we 2 weken geleden weer op het cumulatieve omzetniveau zaten van 2019. Als je kijkt naar het managementteam waar jij onderdeel van bent, wat is de les daar? Wie nam het voortouw en hoe waren de verantwoordelijkheden geregeld? Werd er goed geluisterd? Wat is de les die wellicht ook voor andere ondernemers zou kunnen gelden? Ja, wat wij gedaan hebben is, we hebben een driekoppige directie. 2 familieleden en ik als niet-familielid. De vreemde ogen. Ja, juist. En wij zijn in dat weekend bij elkaar gekomen samen met wat kiespelers uit ons managementteam. En daarin hebben we verschillende teams geformeerd, waarbij de ene alleen maar gefocust was op de inkoop, de ander op verkoop
en een team op personeel. Nou, en dat waren de drie hoofdteams die we geformeerd hebben. En binnen dat team zijn er diverse acties ondernomen. Dus eigenlijk structuur aanbrengen binnen een crisis. Ja, juist. Want je kan alles wel zelf aan willen pakken, maar dan ga je het half doen. En wij hebben gezegd van oké, we hebben goede medewerkers, daar kunnen we op leunen. Dus we kunnen daar ook in de teams dingen aan overlaten. Als we nu, we gaan toch weer richting het einde van het jaar ook. Waar zit op dit moment de grootste spanning voor jullie? De grootste spanning bij ons zit de ontwikkeling binnen de landen. Hoe gaan landen om met een eventuele nieuwe uitbraak? Is het een lockdown? Is het een lokale lockdown? Kunnen we alle landen nog steeds in? Dat is voor ons onzeker. Waar we wel positief over zijn over dit jaar is dat we, wat ik net vertelde, de omzet weer op het niveau ligt van verleden jaar. En we hopen dat dat zo blijft. Dat is wel afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus verder. Dus eigenlijk zeg je, dankzij het personeel dat buitengewoon coöperatief was, hebben we een grote stap kunnen zetten. Ja. We hebben de structuur aangebracht binnen de crisis, verantwoordelijkheden heel helder verdeeld. En drie, een beetje mazzel gehad dat bloemen ook nog wel iets van troost boden in deze tijd, waardoor jullie business in ieder geval vrij snel weer kon groeien op een aantal plekken. Ja, waarbij het belangrijk is om te weten dat de inkoopprijs fors gestegen is. Dus dat de omzet weer op het niveau van 2019 is. Ja, je verdient minder. Maar dat wil niet zeggen dat de marge ook op het niveau van 2019 is. Dus we zijn blij als we net onder het resultaat van verleden jaar komen. Dat hadden we vooraf in week 12, 13 niet durven dromen. Er zijn veel bedrijven die jaloers zijn op die cijfers. Eventjes afgezien van corona, hebben jullie nou tijd om ook te kijken naar andere plannen en hoe je gewoon je bedrijfsvoering, ideeën die je hebt, of sneelt dat volkomen onder? Nee, daar kunnen we zeker nog wel tijd voor vrijmaken. Onze visie is door passie en innovatie gelukkige klanten. En daar zitten vier kernwaarden in: passie, professionaliteit, innovatief en trots. En innovatie vinden we heel belangrijk en daar zijn we nog steeds mee bezig. We hebben nu een volledig nieuwe mechanisatielijn in ons bedrijf, waarbij we efficiënter kunnen produceren. En daar gaat nu echt heel veel tijd en energie in zitten om dat goed draaiende te krijgen. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. Dus die ontwikkeling in het bedrijf hebben we. Maar veel bedrijven zijn bezig met innoveren of duurzaamheid. Mm-hmm. Is het bij jullie en duurzaamheid? Of is duurzaamheid een minder relevant voor de sector? Hoe moet ik dat zien? Nee, duurzaamheid is relevanter aan het worden. Er komt ook steeds meer vraag vanuit de markt naar duurzame producten. En wij zetten daarom in op zowel innovatie als op duurzaamheid. Als je kijkt naar een ander puntje, kwaliteit. Hè? Want jullie willen natuurlijk kwaliteit leveren. Mm-hmm. Je hebt ook service die je wil leveren. Kan dat ook allebei goed gaan? Of zeg je van dan moet je wel op letten dat het niet het ene ten koste van het ander gaat? Nou, met name door de mechanisatie kunnen wij een betere kwaliteit gaan leveren. Dus de leveringen gaan vaker in één keer goed. Nu gaat het al vaak goed, maar het kan altijd beter. En dat gaan we daardoor meer bewerkstelligen. Dus de kwaliteit gaat zeker gepaard met ook de duurzaamheid in de organisatie. Maar ook zeker met de innoviteit in de organisatie. Nou, is ook binnen de bloemenwereld, weet ik, ook op de veilingen, is het allemaal veel minder persoonlijk geworden. Het is allemaal digitaal. Het is niet meer het harde geroep. En het gaat allemaal met muisklikken, heb ik me laten vertellen. Dat klopt. Is dat ook jullie focus? Is dat is niet meer terug te brengen, dat persoonlijke? Of? Nou, wij proberen heel dicht bij onze klant te staan. Maar wat jij bedoelt, bij de inkoop had je vroeger echt de algemene zin. Alles wordt online. Alles wordt, terwijl je ook nog wel eens gewoon met je klanten wil praten, toch? Ja, en daar proberen wij ons wel in te onderscheiden. We hebben, ik denk dat 80% van onze omzet via de webshop gaat. Dus dat is niet persoonlijk contact. En toch hebben wij ervoor gekozen om in elk land minimaal één accountmanager actief te laten zijn die de klanten echt daadwerkelijk bezoekt. Om ook met de klanten te praten. Wat speelt er bij jou? Waar kunnen wij jou bij helpen? Wat kunnen wij anders doen als leverancier? Dus wij kiezen er wel bewust voor om dat persoonlijke contact ook met onze klanten op te blijven zoeken. Tot slot, Matthijs, wat is jouw advies aan andere ondernemers? Mm-hmm. Ja, als financieel directeur is het misschien een beetje een open deur. Maar net op de cent. Nee. Zorg dat je altijd inzicht hebt en overzicht hebt. Want daarmee kan je uiteindelijk ook je uitzicht creëren, ook in tijden van crisis. En daar hebben wij in coronatijd de vruchten van geplukt. Dat we wisten waar we geld verdienden. Dat we wisten waar de kosten zaten. En dat we vanuit dat overzicht ook uitzicht in moeilijke tijden konden hebben en blijven houden. Okay.
Welke bloemen zijn nog een beetje betaalbaar gebleven? Dat is lastig om te zeggen. Met heel veel verschillende producten. Mijn vrouw zal zeggen rozen. Maar... Nou, die zijn juist best aan de prijs. Dat is misschien nog beter om te geven. Want dan zegt het ook echt wat. Ja, juist. Ja. Goed, Matthijs de Ruiter, financieel directeur bij familiebedrijf Heemskerk Flowers. Dankjewel voor jouw open uitleg over hoe dit jaar voor jullie is verlopen. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Fiscale tips. Aangeschoven is Gerard Staats, senior manager bij BDO, Bureau Vaktechniek. Help me nog even, wat doet dat Bureau Vaktechniek precies? Wij zijn met een aantal collega's bedienen zeg maar, onze praktijk. Iedereen heeft zo zijn eigen specialisme. Hè, dus iemand voor de BTW, iemand voor de loonbelasting, et cetera, die vanuit zijn discipline alles in de gaten houdt en kijkt wat belangrijk is voor onze collega's en onze klanten. Haast op een wetenschappelijke manier. Zeker. Veel mensen zijn ook verbonden aan universiteiten. Ja. Dus ik moet het woordje haast op een wetenschappelijke manier weglaten. Het is gewoon wetenschappelijk. Precies. Heel goed. Het belastingplan 2021. Welke punten zouden we vooral moeten doornemen en waar moeten we op letten? Ja, mij betreft zijn er drie die wat mij betreft wel een beetje uitsteken. Enerzijds is dat zeg maar het tarief in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, waar wel wat gebeurt. Voorts hebben we ook toch wel een bijzondere wetswijziging op het gebied van de overdrachtsbelasting. En tenslotte hebben we ook het box 3, de belastingheffing over vermogen, waar wat in gedaan wordt, wat toch wel een merkwaardig effect heeft. Is er een vertraging opgetreden als het gaat om die plannen als gevolg van corona? Omdat er zoveel nieuwe tussenmaatregelen, tijdelijke maatregelen... Nou, dat is op zich opmerkelijk om te zien dat toch het kabinet met Prinsjesdag toch in geslaagd is om eigenlijk dat een beetje coronavrij zeg maar te publiceren. Eigenlijk is best wel een redelijk goed nieuwsverhaal geworden. Terwijl je zou verwachten in deze lastige tijd dat er wat duimschroeven zouden worden aangedraaid. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Dus ze hebben eigenlijk het plan gewoon gepresenteerd, laten staan wat al bekend was. Wat ook al voor corona had kunnen gelden. Ja, dat lijkt mij wel inderdaad. Ja. Goed, je hebt er drie punten genoemd. Laten we ze één voor één doornemen. De tarieven inkomstenbelasting. Ja, in de inkomstenbelasting hebben we sinds dit jaar twee schijven nog maar. Hè? Dus een lage schijf en een hoge schijf in het tarief. En wat we nu zien is dat het kabinet ervoor kiest om het tarief in de lage schijf iets te verlagen. 0,25%. Dus niet zo heel veel, maar toch 0,25%. Men doet dat mede met het oog op het feit dat men de belastingdruk tussen werknemers aan de ene kant en ondernemers aan de andere kant naar elkaar toe wil brengen. Als je kijkt van wie betaalt nou het meeste belasting, zie je dat werknemers toch behoorlijk wat meer belasting betalen dan ondernemers. En die schijven, de tarief wordt dus wat verlaagd. De arbeidskorting, de korting die je krijgt als je werkt op de te betalen belasting, gaat wat omhoog. Maar daarentegen krijgen ondernemers een wat lagere zelfstandige aftrek. Dat gaat dan voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. Dus de zelfstandige aftrek gaat wat omlaag. Nou, dat voelen ondernemers. Maar de verlaging van het tarief en de verhoging van de arbeidskorting, ja, dat voelen zowel werknemers als ook ondernemers. Dus daardoor krijg je eigenlijk dat die tarieven in de inkomstenbelasting een beetje naar elkaar toe groeien. Maar als we dan ons even focussen op die ondernemer, worden het communicerende vaten? Aan de ene kant dus een lagere zelfstandige aftrek en aan de andere kant een hogere arbeidskorting en een lager eerste tarief? In feite is dat wel. Hè? Dus feitelijk zou je zeggen dat komt erop neer dat onderaan de streep voor de ondernemer niet zo heel veel verschil maakt. Maar je ziet wel dat het anders gaat. Hè? Waardoor die zelfstandige aftrek, dat echt een ondernemersfaciliteit, die wordt wat beperkt en zal in de komende jaren steeds meer worden beperkt. Ja, is er al een cijfer op te plakken? Volgens mij wel. Hè? Dus, ja, het gaat even afgerond ruim €350 per jaar gaat die aftrek omlaag. En dat loopt echt door tot 2036. Dus een behoorlijk verre horizon. Maar die wel heel erg gevoeld gaat worden door die hele kleine ondernemer, de ZZP'er. Zeker. Hè? Dus die gaan daarmee zien. Hè, dat is natuurlijk echt een faciliteit. Ook een prikkel zeg maar, eigenlijk om te gaan ondernemen. En ik denk dat ook een beetje de onderliggende agenda is. Hè, dat we hebben natuurlijk een enorm scala aan ZZP'ers. Ja, en hierdoor wordt het gewoon net wat minder interessant zeg maar, om per se je geld te gaan verdienen als ondernemer. Ja, dus ook daardoor en het gevoel in de politiek was ook altijd van, het is niet helemaal eerlijk dat er zo'n grote groep Nederlanders is
die eigenlijk te weinig belasting betalen. Nou ja, of dat eerlijk of rechtvaardig is, hè, maar in ieder geval, het heeft ook ongewenste effecten. Hè. Dus het verschil is te groot, dat gevoel was er zeker. En het effect is ook natuurlijk dat we meer en meer ondernemers kregen, waarvan je af kunt vragen, zijn dat nou wel echt ondernemers? Dus hè, dat ga je hier ook een beetje mee tegen. Is dat het meest opvallende als het gaat om dat stukje belasting wat geheven gaat worden en wat verandert? Ja, het belastingtarief en inkomstenbelasting hebben we daarmee besproken. Ook de vennootschapsbelasting, het tarief daar wijzigt ook. Het lage VPB-tarief gaat terug naar 15%. En ook de schijf waarover je dat betaalt, wordt wat langer. Dus de ondernemer in de VPB met een winst tot 2,5 ton volgend jaar gaat maar 15% belasting betalen. Het hoge tarief blijft overigens ongewijzigd. Goed, de wijzigingen in de overdrachtsbelasting. Ja, dat is misschien eigenlijk wel het meest bijzondere onderdeel van het belastingplan. En ook wel bekritiseerd. En daar gaat echt nog veel discussie over plaatsvinden. Wat gebeurt daar? De woningmarkt zit een beetje op slot. Hè. Starters kunnen moeilijk woningen kopen. Dus het kabinet stelt voor, we gaan de overdrachtsbelasting voor een startende huizenkoper tussen 18 en 35, dat gaan we verlagen naar nul. Dus je hoeft geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Dus dat wordt een huiskoper zou dan goedkoper moeten worden. Overigens, als je ooit al gebruik hebt hiervan gemaakt hebt straks, of je bent valt buiten die leeftijdscategorie, dan wordt het tarief als jij een eigen woning koopt 2%. Maar voor alle andere kopers van panden die niet als eigen woning zullen worden aangemerkt, hè, dus die ze kopen voor de kinderen of voor belegging, et cetera, dan gaat het overdrachtsbelastingtarief naar 8%. Dus je krijgt een differentiatie in de tarieven. Het bijzondere hiervan is, hè, het klinkt enerzijds sympathiek, maar anderzijds levert dit heel veel gedoe op. Er is al een rapport verschenen in juni en eigenlijk zei dat rapport van nou, dat lijkt ons toch allemaal niet het gewenste effect te hebben. Denk daar nou eens goed over na voordat je zoiets in gaat voeren. Ook bij notarissen levert het heel erg veel extra werk op. Het levert allerlei gedoe en allerlei vragen op. Dus ik ben benieuwd of dat stand gaat houden. Ja. De wijzigingen in box 3. Nou, box 3 is natuurlijk ook al jarenlang, is er veel kritiek op. Wat we in box 3 doen, weet iedereen zo'n beetje wel, is dat we niet het werkelijke rendement belasten, dat een belastingplichtige haalt, maar een fictief rendement. Dat betekent dat je altijd mensen hebt die nauwelijks rendement maken en toch belasting moeten betalen. Nou, dus eigenlijk iedereen is er wel van overtuigd, we moeten af van dit systeem, we moeten naar de belastingheffing over het werkelijke rendement. Alleen de staatssecretaris van Financiën zegt, dat kan dan zo zijn. Eigenlijk vinden we dat ook wel, maar de Belastingdienst kan dat niet aan. En de komende 10 jaar ook nog niet. Nou, heel bijzonder. Voor 2001 konden we dat wel. En alle ons omringende landen kunnen het ook. Maar wat hij nu heeft gezegd, maar ik ga wel wat doen. Het belastingvrij vermogen, het heffingvrij vermogen is nu ongeveer 32.000 euro per persoon. Dat gaan we verhogen naar 50.000 euro. Dus bij partners zelfs 100.000 euro. Dat betekent dat over de eerste 50 bij partners 100.000 euro geen box 3 belasting meer verschuldigd is. En dat betekent ongeveer dat een kleine miljoen belastingplichtigen in box 3 niet meer zal worden belast. Eén puntje daarbij nog wel, want het is sympathiek en is denk ik ook een goede maatregel in die zin, maar het betekent wel dat box 3, dat heffingvrij vermogen is ook relevant voor allerlei toeslagen en voor de recht op rechtsbijstand. En daarvoor moeten mensen misschien dadelijk toch aangifte gaan doen, hoewel ze weten of geen belasting te betalen. Want de belastingdienst wil toch weten van jou, wat je echte vermogen, want heeft u nog recht op die toeslagen, ja of nee? Samengevat, belastingplan 2021. Er zijn veranderingen, die zijn niet zo heel erg groot. Sommige zijn zelfs sympathiek voor de ondernemer, maar je moet wel blijven opletten. Heel goed. Gerard Staats, dankjewel voor je uitleg over de fiscale gevolgen en de analyse van het belastingplan 2021. Overigens kun je ook nog gaan naar de website bdo.nl/belastingplan. Daar staan de belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers op een handzame en overzichtelijke manier opgeschreven. We zijn weer aan het einde gekomen van deze 6e aflevering van de podcast over ondernemen. In de volgende aflevering spreken we onder andere met professor Percy Heugens van de Erasmus Universiteit over het geheim van de eeuwige jeugd van familiebedrijven. Ik ga verder in gesprek met Benno Lezer, die al bijna 40 jaar het door zijn opa opgerichte bedrijf Ghassan Diamonds leidt. En we belichten de belangrijkste fiscale knelpunten van familiebedrijven. Wil je nou niks missen? Abonneer dan op dit kanaal.
Wat ons betreft, tot een volgende aflevering.